Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fire Canoe. En vandaag is het dan eindelijk tijd voor de uitslag van de Logitech giveaway. Nou ja, waar kon je ook weer kans op maken? Je kon kans maken op deze super vette gaming muis, de G403 gaming muis van de nieuwe Prodigy serie. Of je kon kans maken op deze super awesome gaming headset, de G231 van de nieuwe Prodigy serie, die te gebruiken is voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. En dan willen jullie natuurlijk, het enige wat jullie willen weten, is wie heeft er nou gewonnen? Nou, dat ga ik live in deze video bekendmaken. Oké, nou ja, ik heb hier dus een hele grote lijst met namen voor me. Jullie hebben allemaal massaal meegedaan aan deze prijsvraag. Nou, nu moet ik natuurlijk iemand uitkiezen die het goed heeft. Dat doen we heel simpel en heel eerlijk. Ik doe gewoon mijn ogen dicht, zo. En ik ga met mijn muis op en neer bewegen in deze lijst. En dan kijken we waar die stopt. En there we go. Mijn muis staat ergens. Here we go. En ik heb iemand gevonden. En die komt uit Velsen in Noord-Holland. Nou, weet je wat we gaan doen? Ik denk dat het leukste is als ik gewoon de kijker op ga bellen. Ik ga hem gewoon opbellen en hem feliciteren met zijn prijs. Nou weet je, ik pak mijn mobiel erbij. En dan gaan we hem even opzoeken. En dan gaan we hem gewoon feliciteren in deze video dat hij heeft gewonnen. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn reactie. Oké, jongens, het is tijd om het nummer te gaan bellen. En ik ben heel erg nieuwsgierig wie ik aan de lijn krijg. Misschien is het hem zelf, misschien zijn het zijn ouders. Ik weet het niet. Nou jongens, daar gaat hij. Hallo? Hi, mijn naam is Jay. Oh, hallo. Is uw zoon toevallig Mike Rietveld? Want ik heb een leuke mededeling voor hem. Ja, klopt. Dat is mijn zoon, ja. Maar hij is nog heel jong, dus zeg het maar. Oké, nou ja, ik ben Fire Canoe en ik maak gamingvideo's. En uw zoon heeft een headset gewonnen. En hij heeft meegedaan aan de prijsvraag. Oké, nou, hij staat hier naast me, dus hier heeft hij hem. Oké, super. Hi. Hi, Mike. Gefeliciteerd, jij hebt een hele toffe Prodigy Gaming headset gewonnen. Echt? Ja, je bent de winnaar. Oh, dag, jee. Dus ik heb hier al jouw gegevens en ik zal maandag zal ik hem opsturen, ja? Oké, dus dan krijg je hem binnenkort binnen. Ik heb je genoteerd. Oké. Ik ga er weer vandoor, doei doei. Nou, volgens mij was hij heel blij. En natuurlijk aan het begin de moeder aan de lijn. Die is zo van, wie is dit? Is dit weer een of andere verkoper? Maar nee, ik heb echte prijzen vandaag voor hem. Ik ga even zijn naam eventjes noteren, zodat ik het zeker weet. Even kijken, there we go. Oké, dus de eerste winnaar is bekend. En dat is Mike Rietveld. Enorm gefeliciteerd met je prijs. En ik hoop dat je er heel veel plezier aan gaat beleven. En natuurlijk kan er ook iemand deze super toffe gamingmuis winnen. Dus laten we opnieuw gaan selecteren. Ik heb hier een hele lijst met namen. Met de mensen die kans maken op de muis. Die hebben meegedaan met de prijsvraag voor de muis. En wat lees je wat we gaan doen? We gaan gewoon weer even scrollen. 3, 2, 1. Tromgeroffel. En ik heb iemand, als het goed is. Waar staat hij nou? Oh, there we go. Oh, wat toevallig. Hij heet Stefan. Stefan uit Krimpen. Krimpen aan de... Zou wel IJssel zijn, denk ik. Ja, Krimpen aan de IJssel. Nou, laten we eens gaan opbellen en kijken hoe die gaat reageren. Toevallig is de naamgenoot, dus dat komt gelijk goed uit. Even kijken, there we go. Kom op, neem je telefoon op. Ik weet dat het onbekend is. Maar ik ben geen verkoper. Ik word gewoon weggedrukt. Iedereen drukt me weg. Wat is het nou? Kom op, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Als iemand je twee keer onbekend belt, dan denk ik dat je toch wel moet denken van... misschien moet ik hem even opnemen. Verkopers bellen meestal niet twee keer achter elkaar. Weet je, fuck it, we gaan het gewoon nog een keer doen. Nog een keer. Ik wil gewoon dat hij weet dat hij gewonnen heeft. Drukt hem gewoon weer weg. Oké. Ja. Dan geen muis. Ik ben niet zo irritant te verkopen dat ik vijf keer bel hoor. Maar daar begin ik mijn gesprek mee als je opneemt. Beep.
Hallo, ik ben geen stomme verkoper, echt niet. Hallo? Hey Stefan. Prank. Nee, dit is geen prank, dit is geen prank. Na de piep. Om te stoppen, toets een willekeurige toets. Dan ben ik hem gewoon nog een keer! Ik hou vast! Jij hebt gewonnen! En je moet het weten ook! Vraag me of het hij er ooit nog op gaat nemen. Hallo? Hey, even snel, ik ben No Way, dit is geen prank. Je hebt iets gewonnen. Hallo? Oké. Is het... Ik ben zojuist gewoon geprankt. Dit was gewoon de voicemail. Oh mijn god. Oh. Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind wel dat Stefan een buitendijk dat jij hebt gewonnen. Want ik ben gewoon letterlijk 5 keer of 4 keer dat ik je voicemail kreeg, ben ik er gewoon ingetrapt. Dus voor deze actie, enorm gefeliciteerd. Jij hebt de muis gewonnen. Echt, dit was wel echt heel erg. Ik kan het gewoon niet door. Jij bent echt gewoon een bitch. Jij bent echt gewoon een bitch. Maar Stefan Buitendijk uit Krimpen aan de IJssel, enorm gefeliciteerd. Ik zal je even een mailtje sturen om te laten weten dat je echt gewonnen hebt. En als je nog wilt, dan bel ik je nog even terug. Maar bij deze, je hebt gewonnen. Oké, ik ben vaak getrold met mensen hun voicemail. Vrienden van mij hebben ook zo'n voicemail. Maar ik dacht dat ik nu echt geprankt werd gewoon. Ik had het gevoel dat hij op de fiets zat. Maar ja. Gefeliciteerd. Stefan Buitendijk met je super awesome muis. Nou jongens, de winnaars zijn bekendgemaakt. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. In ieder geval iedereen bedankt voor het kijken. En binnenkort komt er nog een toffe giveaway aan. Maar dat hou ik nog even geheim. Maar dat zal rond de kerstperiode zijn. In ieder geval iedereen enorm bedankt voor het kijken. Check ook al mijn social media. Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. De links staan in de beschrijving. En tot de volgende giveaway. Of tot de volgende video giveaway. Beide, allebei. Volgende giveaway zijn jullie vast ook weer bij. Laat eens.